Mag ik u wat vragen? Mag ik u wat vragen voor RN7? Wat zegt u? Kunt u even een kort gesprekje met mij voeren voor RN7? U bent anders wat duurder. Ja. Ik ben anders wat duurder. Maar u bent al flink op weg, zeg. Ja, moet u ook. Gaat heel snel. Ja, dat moet ook. Tempo vast kunnen houden, van 6,5 per uur. En waarom wilt u met een bepaalde tijd binnenkomen? Nee, helemaal niet. Helemaal. Ik woon in Tempo. Ik ga hier even rusten bij mijn rijke Barendrecht en dan gaan we rustig verder. U komt hier uit de buurt? Nee, Maastricht. Maar u kent dit hier al goed? Ja, dat denk ik wel, ja, ondertussen. Ja, want hoeveelste keer? 57. Wauw, 57. Nou, heel veel succes en zet hem nog op. Oké, dank je. Hoi. Mag ik u wat vragen? Jawel. Voor RN7, lokale omroep? Ja. U hebt er flink de tempo in. Ja, ik heb behoorlijke tempo in, ja. En is er een bedoeling om een bepaalde tijd neer te zetten? Nee hoor, maar ik heb gewoon mijn standaard lengte van lopen, dus ja. Nee, gaat lekker zo. En u loopt alleen of samen met anderen? Ik loop alleen, ja. Ja. Nee, en geniet ervan. Ik geniet van de omgeving, geniet van de dingen hier. Ja, ik vind het prachtig. Ja, mooi. Ik hoor een lichte Achterhoeks accent. Klopt dat? Drents. Ja. En u loopt al langer hier de Vierdaagse? Tweede keer, ja. En ondanks de blaren gaat hij goed. Want u heeft blaren? Ja, ik heb blaren, ja. Beide voeten. Ja. Maar u loopt stug door? Absoluut. Pijn is fijn, moet je zeggen. Hè? Dan wens ik heel veel succes. Zet hem op. Dankjewel. Ja. Tot ziens. Hoi, hoi. Hoi. Wilt u een kort gesprekje? Mag een kort gesprekje voor RN7, lokale omroep hier. Wat vindt u van de Vierdaagse tot nu toe? Magnifiek en grandioos. Leuke mensen. Goed aanmoedigen. Dat is perfect. Is het anders dan andere jaren of is dit voor u uw eerste jaar? Nee, dit is de tweede keer. En 30 jaar geleden heb ik de 50 gelopen. Uitgelopen. En dat ging goed, dus zei ik nooit meer. Maar het kriebelde, dus... Dag na 30 jaar doe ik het weer. En de kriebel zit nog steeds goed vandaag. Wie? De kriebel zit nog steeds goed vandaag. Jawel, maar na morgen is het wel een beetje over. Dan ga ik gewoon lekker wandelen in de bossen en zo. Heel verstandig. Heeft u nog pijntjes ergens? Nee, voeten, knieën? Nee, nergens last van. Dus het gaat super goed. Ja. Ik zag u net aankomen lopen met iemand anders. Is dat een kennis van u? Nee, die heb ik net de laatste 10 kilometer van mee gelopen en zo. Maar die had een lekker flink tempo. Maar die loopt al... Voor de 50ste keer, en dan 40ste keer mee. Dus, dat is het mooie van de Vierdaagse, hè? Ja. Dat je aanhaakt bij andere mensen. Ja, dat doe ik graag. Dat vind ik het leuk. Ja, dan wil ik u niet verder langer ophouden. Okay. Heel veel sterkte, succes. Ja, fijne dag verder. Mag ik u wat vragen? Of wilt u doorlopen? U heeft zo'n hoog tempo. Ja, ik wil graag binnen zijn voor de drukte. Voor de drukte? Voor de drukte. En voor de warmte ook? Nou, ik heb niet zoveel last van de hitte. Nee, dat gaat goed. En bent u elke dag zo vroeg binnen? Ja. Voor 12:30. En u loopt, ik ben nog niet zo goed in die... 50 kilometer. Wat een prestatie, mevrouw. Nou ja, goed. Ik ben blij dat ik het nog kan. En dat is zonder pijntjes? Zonder pijntjes nog. Dus ja, heb wel moed voor morgen. Ja, het gaat gewoon toch helemaal lukken morgen? Ja, zeker. Maar goed, je weet nooit, hè? Je weet nooit. Hey, maar u loopt alleen of heeft u nog anderen mee? Ik loop alleen. Maar goed, op de route ontmoet ik wel bekende mensen waar ik een stukje mee oploop. Maar eigenlijk vind ik het gewoon prettig om door te lopen. En bent u nou een van de weinigen van uw leeftijdscategorie die de 50 loopt? Nee hoor, het zijn er nog veel meer. Echt, ja. Wens ik u heel veel succes. Dank u wel. Zet hem op. Ja. Mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk. Ja, super. Bijna binnen. Ja. Enorm tempo. Ja, maar ik voel het wel hoor. Ja, ik voel het wel. Een beetje te snel begonnen? Ik weet niet. Ik vind het warm. En is er een reden voor dat u dit tempo aanhoudt? Of is dit gewoon uw normale tempo? Dit is mijn gewone tempo en ik ben een beetje warm. Niet warm. Ik ben een beetje bang voor de warmte. Dus ik wil graag zo vlug mogelijk binnen zijn. Ja. Ja. Komt u hier uit de buurt? Ik kom uit Noorwegen. Uit Noorwegen? Ja. Maar u spreekt Nederlands? Ja, mijn vader is Nederlands. Dus... Oh, wat knap. Ja. En loopt u veel in Noorwegen? Ja, maar dat is heel anders natuurlijk. Want het is meer bergen en een beetje anders dan hier. Wat vindt u van de sfeer hier? Heel goed, ja. Heel goed. Is die uitbundigheid ook in Noorwegen zo aanwezig? Dit soort dingen ken je daar niet van het wandelen op deze manier. Dan ga je meer in je eentje in de bergen wandelen, zeg maar. Dus dan, En u loopt vandaag ook alleen?
Ik loop alleen, ja. Maar u heeft denk ik wel aanspraak onderweg, of ja, zoekt u dat niet zo? Ja, heel veel leuke mensen, dus ik ben niet alleen hoor. Nee. Nou, zet hem op, nog een paar kilometer. Ja, dank u wel. Ja, wat vragen? Voor RN7. Biertje in de hand, loopt lekker. Ja, het gaat prima. We slepen elkaar doorheen vandaag, dus dat is fijn. En wanneer is het biertje getapt? Oh, zojuist. Hij is nog koud. Okay. En is die op voordat jullie de berg op gaan? Nou, er zijn er wel meer op wellicht. En loopt dat nou echt lekkerder met een biertje op? Ja, vooral de mensen hier die ons aanmoedigen, daar loopt het vooral lekker. En dit maakt het gewoon net af. En komen jullie uit de buurt? Ja, wij wonen allebei in Nijmegen. Dus bekend terrein voor jullie? Ja, absoluut. Ja. Jullie hebben een behoorlijk tempo erin. Is dat ook de bedoeling dat je met een bepaalde tijd binnen wil komen? Nee, maar wij vinden het fijn om gewoon door te lopen. Dan hebben we minder last. En dan zijn we ook eerder weer in Nijmegen en dan kunnen we weer een biertje drinken. Want je loopt niet alleen? Nee, we lopen met z'n vieren. En twee zijn heel hard aan het werken. En die hebben het wat zwaarder dan wij. Die hebben het heel zwaar, oké. Okay. Dus die zijn wat achtergebleven. Ja, maar die gaan het zeker halen. Dus dat komt goed. Ik wens je heel veel succes met je maat. Ja, hetzelfde. Werk ze nog. Yep. Kom maar goed met jou, hè. Kom maar goed. Ja, je bent helemaal voorbereid met de zonnebril op vandaag. Ja, het was zo lekker vanmorgen. Ik denk, zal ik mijn zonnebrilletje eens opzetten? Dat was heerlijk. Heeft zich ook goed ingesmeerd? Nog niet, maar dat gaan we vandaag doen. U zit al vanaf hoe laat hier? 8:00. En waarom zo vroeg? Ja, het was, wil je nog een parkeerplaatsje hebben, wil je nog je auto kwijt kunnen, dan moet je vroeg zijn. Ja, want u komt niet uit Groesbeek zelf? Nee, uit Hees bij Jos. Dus een eindje rijden? Ja, een stukje. En u blijft hier de hele dag zitten tot de laatste voorbij komt? Ja, heerlijk. En u heeft de koeltas? Dan zie je dat mooie evenement, prachtig. Ja, je vindt het echt mooi, ik zie het aan u. Ja, prachtig, prachtig. Elk jaar bent u hier van de partij? Ja. Elk jaar ben ik hier en dan ga ik mijn buurman nog begroeten. Die is hier samen aan het lopen met de buurvrouw. Leuk. Nou, geweldig. Ik wens je een hele fijne dag toe. Nou, dankjewel, hè. Ja. En zoek een beetje schaduw op als het echt warm wordt. Dat gaan we doen, hè. Ja. Goedemorgen. Wat hebben jullie allemaal voor lekkers meegenomen? Drop. Nee. En eet je zelf ook van de drop? Nee. Voor wie is de drop? Voor iedereen die hier loopt. Hebben jullie iemand speciaal waar je voor juicht? Een familielid? Opa. Opa loopt. En vind je dat heel knap van opa? Ja. En gaat het goed met opa? Heeft hij een beetje pijntjes? Oma vertelde net dat hij blaren op zijn teen had. En weet je ook al wanneer je opa langskomt? Je blijft net zo lang staan totdat hij er voorbij komt. Ja. Ik wens jullie heel veel plezier. Hè? Lekker dropjes uitdelen. Succes. Mag ik jou wat vragen? Jazeker. Ja, je bent zo enthousiast. Ja, ja, ik ben overal wat ik doe, ben ik enthousiast. Dus, Maar het is een flink eind geweest. Je bent er bijna en nog zoveel energie. Ja, ik ben die kwart krijgen. Hoe gekker, hè? Maar u loopt hoeveel? De eerste keer. Eerste keer, ja. En ergens last van? Nee. Geen pijntjes? Afkloppen, wat niks. Afkloppen, ja. Ja, ja, ja. Ik ben wat dat betreft gezegend mee redelijk goede benen. Maar hoe vindt u van de sfeer hier? Oh, schitterend. Echt, het weer prachtig. Dus en de ambiance hier, dat is, ja. En krijgt u ook een beetje iets van de omgeving in Groesbeek mee? Ja, ja, zeker. Ja, ik ben hier wel vaak geweest, wees fietsen zo. Dus ik ken de omgeving wel een beetje, maar dit is toch heel iets anders. Ja, want u komt niet uit de buurt? Ik kom bij Gijk, bij onder Eindhoven. Ja, zo, eindje weg? Eindje weg, ja. Dus wij slapen in Nijmegen, dus ja, schitterend dit. Maar u loopt alleen? Ja, mijn andere neef en door de vriendin van loopt de 50. Ik mocht het niet, van de vrouw. En 30 vond ik te kort, dus dan is 40. Ja, en wie gaat er het eerste binnenkomen? Ik. Ja, want die lopen een heel eind nu achter mij, dus... Ja, dat komt wel goed. Nou, hou de tempo er lekker in, hè. Succes. Ja, zeker. Dank u wel, hè. Houden we. Oh, pas op. Jullie zijn in oranje. Helemaal. Oh, natuurlijk. Support, hè. Bij support. Jawel. Maar had het niet groen moeten zijn vandaag? Eigenlijk wel, hè. Ja, heb je wel gelijk in. Maar ja, deze lag bovenop. Dus dan... Jullie zitten al vanaf hoe laat vanochtend?
Een uurtje. Op een uurtje nu, hè? We zitten nu een uurtje. We zitten eigenlijk altijd hier. Ja. Al een jaartje of 7, 8. Want komen jullie uit Groesbeek? Nee, we komen uit Rosmalen en Houten. Het is uit het Brabantse land. Het mooie Brabantse land. En wat vindt u van het mooie Groesbeekse land? Het is prachtig hier. Helemaal prachtig. Ja, wat vindt u van zo'n wandelfestijn? Nou, fantastisch. Haar zoon loopt mee. En we zorgen voor het eten en de lunch en het drinken. Dus dat is helemaal fantastisch. Want u kijkt uit naar de zoon? Nog andere mensen die u toejuicht? Ja, de zoon en een vriend waar die mee loopt. En nog een collega van mijn partner. En nog iemand die we kennen van de camping. En die stoppen allemaal hier. Die weten dat we hier zitten. Altijd op het vaste plekje. Helemaal gezellig. En wat heeft u te bieden? Wat heeft u in de koelbox? Nou, drokjes. Ja, dropjes? Heel veel dropjes. Daar lopen ze goed op drop. Wij ook. Wij ook. Het speciale recept. Kijk, de frikandelbroodjes. Frikandelbroodjes zelf gemaakt? Nee? Nee, nee, nee. En we hebben brood en paprika en drinken en Betuwse kersen uit de Betuwe. De lekkerste die er zijn. Als je het goed vindt, doe ik dat dan na de... Ja hoor, dat is goed. Gaan werken, die man. Nou, volgens mij bent u helemaal voorbereid vandaag. Er kan niks meer misgaan. Alleen het petje mis nog, want het wordt wel warm en zonnig. Ja, en kijk, het wordt ook wat dunner bovenop, dus ja, ben ik vergeten. Dan straks toch maar even de schaduw opzoeken. Toch maar, ja. Dat ga ik ook doen straks. Ik wens jullie heel veel plezier. Dank u wel. Ik jullie ook. Dank je. Hallo dames, hallo. Hoe loopt ie? Ja, super, heel veel gezelligheid en leuk, ja, geweldig. Want jullie zien er ook nog zo vrolijk en fris uit. Ja, we proberen te blijven lachen en af en toe massage en zo. En, gaat hartstikke goed. Ja. En jullie zien er ook mooi uit qua uitdossing. Wat hebben jullie allemaal aan? Peace, love and equality. Ja, een beetje harmonie is vandaag, hè? De regenboog. Dus dat iedereen een eenheid is, was vandaag groen. De dag van groen, dus een beetje groen erbij. En de kleuren van Nijmegen. Zo, Hoe vinden jullie de sfeer hier in Groesbeek? Super gezellig, echt gezellig. Ja. Toch wel een van de betere doorkomplaatsen van de hele route. Ja, overal vind ik overal het wel leuk. Is gezellig. Alle dorpen doen dit er heel veel aan. Ja, dit is wel een fijne brede weg, dus dat is wel heel plezierig voor zoveel mensen. Jullie gaan het natuurlijk halen, maar zien jullie nog ergens tegenop? Misschien de Zevenheuvelen? Nee. En weet je, we gaan naar boven en we rollen gewoon naar beneden. Dus dat komt pas goed, denk ik. We kijken uit naar het feestje van morgen. Nou, dat zou ik zeker doen. Heel veel succes. Het gaat zeker lukken. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hey, jullie zijn van Stichting Plurijn, klopt dat? Ja, wij zijn van Plurijn, inderdaad. Ja, we staan hier met onze cliënten en medewerkers de wandelaars aan te moedigen. Ja, en jullie hebben ook een mooie kreet op het shirt. Wij zien allemaal winnaars. Ja. En waar refereren jullie dan aan? Nou, uiteraard aan de wandelaars. Die zijn natuurlijk winnaars, maar ook onze cliënten zijn een winnaar. Iedere dag zetten ze weer een stapje of vooruit of achteruit, maar ze zijn altijd een winnaar voor ons. Ja. Waarom is het belangrijk voor jullie en voor jullie cliënten om hier te staan juichen voor iedereen? Ja, voor onze cliënten is het natuurlijk één groot feest. Voor iedereen is het één groot feest. Maar dit zijn natuurlijk wel de krenten uit de pap. Dus de wandelaars komen precies langs onze locatie hier in Groesbeek. Dus ja, daar moesten we bij zijn. Ja, is er nog iets bijzonders wat jullie in deze week doen met de cliënten? Nou, er lopen wat cliënten en medewerkers mee. En wij verzorgen een soort oplaadpunt, noemen we het. Dus ze kunnen bij ons wat lekkers eten, wat lekkers drinken. Zodat ze de route vlekkeloos kunnen verlopen. Zelf niet willen lopen? Nou, ik heb inderdaad heel vaak op het punt gestaan om te lopen. Maar toch vind ik de zomerfeesten ook heel erg leuk. Ja, want maar Groesbeek is toch wel een heel bijzondere doorkomstplaats. Is hier toch wel echt een feest? Kun je daar iets over zeggen? Ja, het is één groot feest. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kom zelf niet uit Groesbeek, maar uit Nijmegen zelf. Maar Groesbeek, ja, dat is volgens mij zit je hier op 20 kilometer. Dus voor de 30 kilometers. Dan ben je over de helft. Volgens mij heb je dan een extra feestgevoel.
dan moet je nog wel die hele zeven lopen. Ja. Zeven heuvelen. Maar ja, volgens mij komt met deze aanmoediging komen ze er wel. Ik wens jullie veel succes en jullie cliënt hoor. Dankjewel. Hey, je ziet een prachtig huis. Wat heb je aan? Een pakje. Ja, en, maar het is geen carnaval. Of is het wel een beetje carnaval vandaag? Ja, toch wel een beetje, hè? Is het niet super warm met dat capeje? Ja, dat is het wel echt. Ik heb ook een steek bij. Die heb ik nu niet op. Daar is het echt veel te warm voor. Ja, maar je loopt wel echt de vierdaagse daarmee? Ja, de 30 inderdaad. Ja, hoe oud ben je, als vraag mag? 11 en dan wordt eind september 12. Dus je gaat voor de 30 kilometer? Ik ga nu nog voor de 30, ja. En loop je alleen of met je moeder? Ik loop met mama, maar ze vinden het niet fijn om op tv te komen, dus. Maar jij wel? Ik wel. Ja, en hoe heet jij als Prins Carnaval? Jorne. Ik deel ook stickers uit. Wil je er een hebben? Ja, graag. En je bent van Groesbeek? Wat zei je? Ben je uit Groesbeek? Nee, het staat ook op het kaartje Velp, dichtbij Gaven. Niet die van Arnhem. Maar die een gave. Hey, ik wens jou heel veel sterkte, dit carnaval. Zet hem op, hè? Dank u wel. Hoi, wat doen jullie het goed, zeg? Ja. Je ziet er ook nog heel fris uit. Ja, maar het is wel zwaar, hoor. De hele tijd die heuvels op en af. Het is wel pittig aan het worden. En mijn voeten gaan nu ook beginnen echt pijn te doen. Ja, maar hoe oud ben jij, als ik vragen mag? 14. En je loopt de? 30 kilometer, voor de eerste keer. Eerste keer knap en veel geoefend? Ja, dat wel. Eén keer 27 kilometer en andere keren weer 25 kilometer. Het verschilt. Heb je nog lang nagedacht op wat voor schoenen je zou aantrekken? Ja, want ik zat de hele tijd te twijfelen welke schoenen ik zou nemen. Want het zag er allemaal wel heel goed uit. En ik heb nu voor deze gekozen. Ja, dat zijn niet te zware schoenen. En heeft papa daar nog advies in gegeven? Alleen betaald. Alleen betaald eigenlijk, ja. En wel samen getraind? Absoluut, ja, samen getraind. Ja. En jullie komen hier uit de buurt? Nee, ja, oorspronkelijk kom ik wel uit Nijmegen, maar we komen uit Utrecht. Ja. En hoe is het tot nu toe? Hoe bevalt Groesbeek en de doorkomst hier? Fantastisch. Dit is wel tot nu toe het grootste feest. Het grootste feest? Ja. En geeft dat ook moed om de Zeven Heuvelen in te gaan? Dan zweef je eroverheen. Dus echt compliment aan heel Groesbeek. Ja, dankjewel. Maar is dit de eerste keer dat u ook loopt? Nee, voor mij, ik heb gelopen toen ik 12 was en 13. Dus dat is al enige tijd geleden. Maar het komt wel heel bekend voor. Ja, absoluut. Ja. En samen met uw zoon, is dat een bewuste keuze geweest? Begon hij aan te graag. Dringen? Hij wilde het heel graag om het ook een keer mee te maken. Dus, En dat maak je nu mee. Wat vind jij ervan, van het feest? Fantastisch eigenlijk. Iedereen die support je. Je krijgt allemaal lekkere dingen aangeboden. Het is gewoon super leuk en gezellig eigenlijk. Nou, fijne wandeling nog en heel veel sterkte. Zet hem op die zeven. Ja, heel erg bedankt. Doei, tot ziens. Ja. Hoe lang zit u op dit plekje al? Op dit plekje 30 jaar. Ja, maar toch niet van 30 jaar, toch neem ik aan, vanochtend vroeg begonnen. Vanochtend vroeg bent u hier gaan zitten. Hoe laat was u hier? Nee, we zijn hier nou eindelijk pas komen. Want ze hebben allemaal bij mij koffie gedronken. Ik woon daar. Ja. En dan gaan we nou op een gegeven moment. En ja, we hadden nog wel een plekje hier. Ja, want u wilde zeggen dat u al 30 jaar dit plekje kiest voor de Vierdaagse. Ja, altijd. En hier stond vroeger muziek. Een disco. En een tap was hier. Dat was altijd heel gezellig. Maar dat is nou niet meer. Maar... Nee, maar maakt het wel gezellig. Heeft u ook vrienden of kennissen die nu nog voorbij moeten komen? Nee, dit jaar niet. Nee, klapt voor iedereen. Ze zijn allemaal gestopt eindelijk met wandelen. Ik heb altijd vierdaagse wandelaars in huis gehad. Vijf dagen, maar dat is ook niet meer. Die mevrouw is ook te oud. Ja, jammer. Wat maakt Groesbeek nou de leukste doorkomststad van de hele route? Ja, ik weet niet. Ik ging vroeger alleen ook nog naar Nijmegen vrijdagsmiddags. En dat vond ik ook heel leuk altijd, heel gezellig. Maar verder is het hier altijd wel leuk, ja. En qua muziek, vindt u niet te veel herrie? Of? Ja, jammer dat dat hier niet meer zit. Iets verderop wel, maar ik kan nu altijd bij de muziek zitten. Ik wens jullie nog veel plezier. Dankjewel. Succes met alles. Dank u. U bent helemaal in het oranje vandaag. Wat ziet u er prachtig uit? Oh ja, gewoon om een klein beetje in de sfeer te komen. Ja. Geen groen. Het is een groene dag vandaag. Groen? Oh ja. Dat wist je het niet. Gehoord. Wel van roze dag, maar groene dag niet. Nou, elke dag heeft zijn kleur en morgen is eigenlijk officieel de oranje dag. Oh, dan moet ik dit morgen gaan doen, want morgen ga ik naar Kuik.
Dus we mogen dus dat doen. Ben ik een dag te vroeg, ben ik jeugd. Maar het maakt niet uit. Maar niet minder enthousiast. Ja. Zeker, altijd. We moeten er altijd bij zijn, hè. En juichen jullie nog voor iemand speciaal? Ja, ja. Want ik ben de hele tijd aan het kijken. We hebben die vierdaagse app. En dan kun je de mensen volgen. Maar ik ben al een vriendin misgelopen. Jammer. En nu zou ik hopen dat ik de rest toch nog wel ga zien. Ja, en ik, mijn man, die loopt voor de 9e keer mee. Maar die is nog niet in Groesbeek, want dan zou hij appen. Dus hij is nog niet hier. Hij heeft geen trekker? Hij loopt de 40. Ja, hij loopt lekker, zegt hij. Ja, hij loopt lekker. Ja, dus en morgen naar Kuik. En doet u nog iets speciaals voor uw man om hem aan de gang te houden? Om hem te zorgen dat hij het haalt? Lekker eten. Massage misschien? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Maar ik kan hem een massagebon cadeau doen misschien. Van een echte. Wanneer is kan er komen? Wat? Wat niet is, kan nog komen. Ja, wat niet is, kan. Als je vanavond heel veel last heeft, dan... Jullie zitten hier nog wel eventjes? Ja, ik denk het wel. Wat is de tijd van de binnenkomst van uw man? Ik denk om 12 uur, denk ik. Uurtje. Hopelijk. Nou, dat is toch nog een mooie snelle tijd. Want het is toch gewoon gezellig. Hij weet dat wij hier zitten. Hier zitten we elk jaar. Dus kan niet mis. In het begin liepen we elkaar regelmatig mis. Want dan was het nog met sms en dan sms zei ja, ik loop nu weg uit Beers. Toen dacht ik, oh, dat is nog een uur. Maar ja, dan kwam dat smsje laat binnen, dus ik dacht, nou, ga even wandelen of drinken. Weg, niet gezien. Maar de techniek is verbeterd. Ja, veel beter. Ja, gaat veel beter. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel plezier en geniet van het mooie weer. Ja, succes met jullie programma, maar dat zal wel lukken. Ja, heel veel succes. Er zijn zoveel verhalen te vertellen, denk ik. Ja, iedereen vertelt verhalen natuurlijk. Dankjewel. Geniet ervan. Ja, doe maar zeker. Bedankt. Hé, ziet er goed uit. Jullie zien er nog heel fit en fris uit. Ze voelen ons wel. Ja, we worden wel steeds wat moeier hoor. Dus het begint er nou wel een beetje in te hakken. Ja. Nou, jullie hebben wel lekker tempo erin. Sorry? Jullie hebben lekker tempo erin. Ja, we proberen wel een beetje bij te houden, maar het gaat hard nou. En nou die bergen, die heuvels. Veel getraind ervoor? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk te weinig. Oh jee, er komt een brandweerwagen aan. Nou, hopen dat het goed afloopt. Ja. Hey, veel getraind, zij niet, jij wel? Nee, ook niet allebei eigenlijk. Net zoveel. Dat is niet zoveel. Nee, we hadden pas last minute een kaartje. En toen dachten we gaan pas trainen als we een kaartje hebben. Nou, een kaartje, die kregen we pas 31 mei. Want jullie zijn onder de gelukkigen dat kaartjes vrijkomen en teruggegeven worden. Ja, gelukkig wel. Ja. En toen hebben jullie nog wel wat gedaan aan voorbereiding? Misschien... 2 keer de 20 gelopen. Ja. 4 keer de 20 en 1 keer 30. En dat ging goed? Dat ging goed, ja. Maar we hebben nooit de 40 gelopen. Dus het is de eerste keer in 4 dagen tijd dadelijk dat we 40 lopen. En hoe zijn de voetjes eraan toe? Geen blaren. Nee, geen blaren. Nee. Maar wel pijnlijke voeten, hoor. Dat wel. Ja. Hey, en je hebt een lekker cool handdoekje in de nek? Ja, ik ben een beetje verbrand in mijn nek. Dus nou is wel lekker om een beetje cool te houden. Ja, het wordt echt een mooie dag. Morgen nog warmer. Zie je daar tegenop? Ja, we willen dan eigenlijk wel eerder beginnen. Iedere keer staan we om 5 uur daar, maar we moeten heel lang wachten tot we door mogen. Dus we hopen dat we morgen op tijd kunnen starten en dat we ook vroeg binnen zijn. Ja, vandaag ook lekker op tijd binnen. Wat gaan jullie daarna doen als je binnen bent? Voetjes omhoog. Lekker douchen. En we gaan sushi eten vanavond, dat is een beloning. Ik wens jullie heel veel succes, meiden. Dank u wel. Yo. Kijk eens, wat een prachtig spandoek. Wie heeft dat gemaakt? Ik zelf. Alle twee? Nee, eentje hebben hun gemaakt. En deze heb ik helemaal zelf gemaakt. Ja, en wie is Carlijn? Onze grote nicht en haar zus. Jouw zus? En wat loopt ze? De 30 of de 40? De 30. En doet ze dat voor het eerst? Voor de derde keer. Voor de derde keer. En u loopt, staat ook met een mooi spandoek. Even kijken wat erop staat. Patricia, ome Dirk, tante Anke, Marit. Wie staat er niet op van de familie? Van de familie staat iedereen op inderdaad. Ja. En ook nog wat vrienden, dus ja. Jullie zitten hier al vanaf vanochtend vroeg? Nou, 9:15 of zo waren we er ongeveer. Ja. En jullie komen hier uit Groesbeek? Nee, uit Zeist. En deze hele club loopt mee? Ja, iedereen die hierop staat, die loopt mee inderdaad. Ja. Maar u niet? Nee, ik zou het graag willen, maar nog geen tijd gehad om te trainen. Dus, Is dit een plekje wat jullie vaker uitkiezen om te gaan zitten? Elk jaar inderdaad. Ja. Sinds dat de familie meeloopt, staan we hier inderdaad aan te moedigen. Te dansen, te springen en lekker te kijken. Ja. Wat vinden jullie van de sfeer hier in Groesbeek? Ja, super, leuk.
ik vind het altijd heel gezellig hier. Lekker muziek, gezellig mensen. Gelukkig mooi weer, dus helemaal prima. Ja, en jullie hebben het plekje lekker in de schaduw gevonden ook. Ja, dat is wel even lekker, ja. Want ik denk als je vol in de zon staat, dat het wel warm wordt. Ja. Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes voor jullie familie. Dankjewel, gaat zeker goed komen. Oké, dankjewel. U loopt met oortjes in. Is dat een speciale reden? Nou, die zit er nog in van de lange dijk. Daar doet ze dus in. En voor de rest staat de muziek niet aan. Nee, want er is hier heel veel muziek. Er is heel veel muziek en heel veel te doen onderweg. Op dat hele stille stuk. Ik denk, daar moet ik even Want tempo erin houden. Dat heeft hij nodig om de motivatie erin te houden. Ja, maar hier niet. Hier niet, nee. Is motivatie genoeg, hè. Ja, wat vindt u van deze sfeer? Geweldig, geweldig. Daarvoor komen we ook ieder jaar terug. Oh, fijn. Nou, zet hem op. Doen we. Ja. U zit lekker aan een ijsje. Ja. Heerlijk koel, hè? Heerlijk. Heeft u het erg warm? Nee, valt wel mee. Ja, en het loopt nog allemaal lekker? Ja, een beetje pijn hier aan mijn knie, maar er zit een blauwe plek. En verder niks? Hoe ik kom, weet ik niet. Nee, maar u loopt verder nog supergoed. Ja. Kijkt u er tegenop? Zevenheuvel loopt zo dadelijk? Nee, helemaal niet. Want u bent goed getraind? Ik vond het vorig jaar eigenlijk heel meevallen van wat ik ervan had gehoord. En u ziet het helemaal getraind, ondanks dat ik in het begin van het jaar mijn been had gebroken. Gebroken nog wel? Ja. En u bent voldoende hersteld? Ja. Ik vind u super dapper, mevrouw. Ja, dat vond ik zelf ook. Ja. Nou, heel veel sterkte. Zet hem op. Dankjewel. Doei. Dag. U was vragen? Jazeker. Ja, u heeft een mooi t-shirt aan met de Waalbrug. Ja, dat klopt. Ja, u gaat het helemaal redden tot aan vrijdag. Nou, absoluut. Ja. Absoluut, geen thema. Loopt u ook nog lekker soepel? Ja, geen thema. Morgen wordt de beste dag. Het is gewoon blik op nul en verstand op omheen. Ja hoor. Ja. En gaan met de banaan. Heerlijke hobby. Jullie gaan zo de Zevenheuvel op. Ja. Zie je daar tegenop? Helemaal niet. Nee. Goed getraind in Spanje. Goed getraind in Spanje? Ja. En daar veel heuvels gepakt? Ja, alleen maar heuveltjes. Oké. Okay. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes. Nou, super. Zet hem op. Dankjewel. Jullie natuurlijk ook succes. Ik zag je net aankomen lopen en toen was de pijp leek een beetje leeg. Klopt dat? Nee, maar ze hadden een bericht gestuurd al 5 kilometer van tevoren. Dus ik dacht, oké, ik ga nu links lopen en het kwam ze maar niet tegen, ik was niet tegen. En nu eindelijk dacht ik, hé, daar zijn ze. Ja, want u was een beetje bang dat u ze mis zou lopen? Ja. Ja. Is dat eerder gebeurd? Nou, nee, dat niet. Maar kijk, ik dacht van, nou ja, als het rond de 10 is, dan kan ik meteen door hierna. Dan kan ik even zitten en dan even kletsen en dan kan ik weer verder. Maar het kwam er niet, het kwam er niet. Dus, maar het is ook ongeveer 10, dus dat klopt wel. Ja, loopt u nog op een tijd of heeft u zoiets, nou nee. Ik loop gewoon lekker bij het tempo, zie wel. Aan mij dat ik het haal, dat is het belangrijkste. En gaat dat lukken? Jawel, tot 5 uur toch? Dus. Want hoe is het met de voetjes nu? Nou, die zitten onder de blaren. Maar je gaat op een gegeven moment lopen en dan loop je gewoon op een manier dat je denkt, nou ja, dat is goed zo. Gewoon, maar dat valt wel mee. Beetje stijf. En nu even lekker rustig. Ik heb last van de warmte. Ja. Het is gewoon warm. Gewoon warm. En wat doe je eraan om dat te verminderen? Nou, je hebt van die sproeiers af en toe eronder staan. Ik had geen handdoekje meegenomen, dat stond van me. Maar ja. Petje nat maken wil ook helpen? Ja, maar die heb ik nu geleend. En die geef je... Vergeten, die was het vergeten. Ja. Nou, ik hoop dat deze rust eventjes helpt om weer nieuwe krachten te vinden en dan soepel de Zevenheuvelen lopen in. Ja, precies. Ja, komt gaat het lukken, die Zevenheuvelen weg? We zijn er bijna. Ja, super. Nou, zet hem op, hè. Dankjewel. How old are you? 11. Welkom. You're Norwegian? Yes. Okay. All the way from Norwegian to here. Why are you participating in this march? Why? My dad has walked it 14 times military, so I want to be just like him. You want to be? This is your big hero. Yeah. Okay. Did you practice a lot? Yeah, we practice a lot. Also the hills, because in Norway, of course, you have much bigger hills than in the Netherlands. Yeah. You practice a lot of hills. Some upwards and some downwards. But yeah, we practice a lot. And how are your feet now? Great, we just had a break. He's done a great job. Okay. Very good. And this is his first time? Yeah, he's born 12-12-12. Oh. So even I remember the date. And then is it your first time walking? I'm 14 times military. Military, so you have a package of 10K on your back? I'm a... Okay, you're
So I have just extra shoes and some stuff with me. Oh, you're here for him. Yeah. What a good day. Yeah, this is the best memory ever for us. Yes, of course. Well, enjoy. Yeah, thank you. Have a great day. Good luck. Thanks. Yeah. Hey, je ziet er gehavend uit, of valt het mee? Het was meer voorzorg hoor, dus ik heb al jaren last van de knie. Dus ik had ook gewoon voorzorg bij mijn eigen fysio laten intrepen. Dus, en dit is al van voor de vierdaagse? Dit is vanaf afgelopen zondag al, heb ik het al laten doen. Dus oké, okay. Hoe loopt het tot nu toe? Ja, prima. Het is druk, maar ja, dat weet iedereen. En het is, wij kunnen mooi onze eigen lus gewoon tempo maken. Ja. En dit is gewoon weer slenteren eigenlijk. Maar, ja. Okay, maar je loopt alleen of loop je met een groep? Ik loop alleen. Dus, en dan lekker op je eigen tempo? Eigen tempo. Ja, weet je, hier in de stad heb je wel weer bekenden, dus dan komt de gezelligheid wel weer, dus dat is top. Ja, je hebt lekker wat koels over je hoofd gegooid. Ja, ik had geen pet mee, want pet vind ik altijd warm en dit vind ik gewoon perfect. Dit ik af en toe wat nat maken en even om de nek slaan, heerlijk. Ja. Dus, heb je nog een bepaalde tijd waarop je binnen wil zijn, behalve natuurlijk 5 uur? Dit is nu mijn derde keer. Ik had altijd vorig jaar was tussen 1 en 2 binnen en ik heb nu meer gezegd, tegen mezelf, rust nemen, meer genieten. Niet dit. En genieten doe je? Ja, dat doen we zeker. Dat zit op in. Succes ermee. Top, hey, dankjewel. Hey, dames, hoe gaat het tot nu toe? Ja, het gaat goed. Een beetje langzamer zijn we vandaag. Ja. Enig idee waar dat dan ligt? Nou, we wilden een beetje tijd rekken om in Bergendal te komen. Dat we niet te vroeg daar waren voor onze vrienden. En we hebben een klein euvel aan de enkel. Ik een beetje, maar het gaat wel goed komen. Ja, we hebben net geëist, dus een goede kans dat we nu lekker door kunnen knallen. Ja, willen jullie nog op een bepaalde tijd binnen zijn? Nee. Op tijd. Op tijd. Gewoon op tijd, lekker. Misschien straks nog een massage of zo. Ja, dat heeft ons heel goed. We hebben echt een hele goede masseur te pakken. En nou, daardoor kunnen wij gewoon elke dag weer opnieuw beginnen. Ja. Dus dat is... Top! Ja. En hoe is het met de warmte? Want jullie hadden twee pet op, maar lukt het een beetje? Heel goed te doen. Het is warm. Je merkt wel dat het echt wat warmer is dan gisteren. Maar inderdaad, een natte pet is een hele goede, vind ik. En het is wel lekker. Ik hou er wel van hoor. Ja. Beter dan regen. Ja. Want jullie komen hier uit de buurt, want je zei net, er wachten vrienden op ons. Ja. Veel mensen die jullie gaan toejuichen. Ja. Ja, we vallen straks in een warm bad van vrienden, denk ik. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Zet hem op, dames. Dankjewel. Ja, jullie ook met de succes, hè. Veel plezier nog hier. Mag ik je wat vragen? Waarom vraag je? Ja, ik ben snel. Hey, je loopt lekker achter de militairen aan, is dat de bedoeling? Het was me nog niet eens opgevallen, maar... Want je hebt daar geen baat bij als je achter een kolom loopt? Nee, dat niet. Hey, je loopt met oortjes in, speciale reden? Nee, ja, ik moest gewoon even... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Gewoon even, het is een beetje druk en de hitte en dan moet even weer tot rust komen. Dus dan luister ik wel even mijn eigen muziek en dan... En het helpt ook? Ja, gaat wel beter. Hoe gaat het met lopen tot nu toe? Ik heb het echt heel warm nu. Je hebt het heel warm? Ja. Dus je gaat straks je pet even nog eens nat maken? Nou, ik ga straks inderdaad terug naar de camping en dan gelijk in de douche. En dan gewoon een kwartier lang helemaal niks. Helemaal niks. Nou, ik wens je heel veel succes. Zet hem op, hè? Dank je. Doeg. Burgemeester Slikman, welkom. Hoe is het tot nu toe verlopen, de Vierdaagse in Groesbeek? Ja, het is geweldig verlopen. We hadden gerekend op mooi weer. Dat hebben we ook gekregen. Alle mensen die voorbij kwamen, hartstikke enthousiast. Je zag wel dat her en der de derde dag toch zijn sporen begint na te laten. Dus begrijp ik heel goed dat de organisatie er vanmorgen wat af heeft gehaald. Maar we hebben een absolute topdag gehad. Ja, we blijven hier nog even juichen voor alle mensen die nu nog voor de veegwagen uit proberen de streep te gaan halen. En dat worden er steeds minder, maar het, we hopen dat ook zij morgen weer fris en fruitig aan de start kunnen staan. Jazeker. Vanochtend hebben jullie een inspectie gedaan in alle vroegte. Is daar nog iets bijzonders uitgekomen? Nee, we merkten gewoon dat iedereen al sinds jaar en dag gewoon is ingespeeld op dit festijn. We doen het al zo lang. Dus dat zag er allemaal picobello uit. Maar als je daar naar rijdt, is alles nog leeg. En dan kun je haast niet voorstellen dat een paar uur later dat helemaal vol staat met mensen. En dat is gebeurd. Dus
Nee, superdag. Vanochtend kwam rond 11 uur de brandweer voorbij. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, is goed. Als u het goed vindt, vertel ik daar nu even niks over. En, nee, er zijn wat kleine incidenten geweest, ook op gezondheidsgebied. Ik hoop dat alles goed af is gelopen. Ja, daar hopen we zeker op. Het is een geweldig feest. De zon schijnt volop. Heeft de gemeente op een of andere manier daar nog rekening mee gehouden? Dat de lopers en ook het publiek niet oververhit raken? Nou, langs heel veel punten langs de weg kun je gewoon water krijgen. Er zijn ontzettend veel inwoners die ieder jaar weer iets uitdelen. IJsjes, water en stukjes meloen. Dus je zag mensen ook voortdurend voorbij komen. En dat is volgens mij allemaal goed gegaan. Ja, en u zei het net al, de route is met 10 kilometer ingekort. Wat vindt u daarvan? Nou, het is heel belangrijk dat ook mensen die wat ouder zijn, mensen die niet een optimale conditie hebben, dat die ook mee kunnen doen. Zodat het gewoon een feest is van iedereen voor iedereen. Dus ik vind het fantastisch dat ze dit hebben gedaan, zodat die Vierdaagse ook van iedereen kan blijven. Ja, inderdaad. Zojuist zag ik u op het erepodium staan. Daar zitten ook hele bijzondere gasten tussen, genodigden, veteranen. Kunt u daar één of meerdere uitlichten die toch wel heel bijzonder zijn, waarom u ze heeft uitgenodigd? Ja, wij vinden het altijd heel erg belangrijk om niet alleen maar mensen uit te nodigen die belangrijk zijn vanwege hun functie, maar mensen die belangrijk zijn omdat ze iets gedaan hebben voor de gemeenschap. Dus ik nodig ieder jaar iedereen uit die in het afgelopen jaar een lintje heeft gekregen voor tientallen jaren vrijwilligerswerk. En die zijn ook massaal gekomen. En ik vind het ontzettend leuk dat we juist die mensen ook weer een beetje in het zonnetje hebben kunnen zetten. En dat zijn nou juist de mensen die op zo'n erepodium plaats horen te hebben, vind ik. En die selectie, doet u dat zelf of uw medewerkers? Nou, we nodigen altijd de mensen uit die een lintje hebben gekregen, dus dat is natuurlijk automatisch. Daarna kijken we ook gewoon wie het afgelopen jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd. Die vragen we erbij. Het is ieder jaar weer gewoon een hele leuke en gezellige bijeenkomst met ook onze eigen mensen. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. En nu is het in Nijmegen of in Groesbeek altijd de derde dag enorme toestroom van mensen. Niet alleen hier uit Groesbeek zelf om omgeving, maar ook van ver weg die familieleden, vrienden komen aan. Enorme toestroom van verkeer. Kunt u vertellen hoe u dat managt? Ja, we hebben natuurlijk al sinds jaren dag ervaring daarmee. En we zien ook ieder jaar eigenlijk weer dezelfde mensen terug. Ik krijg ook ieder jaar wel even een handje van de mensen die hier in de straat zitten. Die dat soms al 10, 15, 20 jaar doen. Dus die weten inmiddels ook precies hoe het zit. Voor de nieuwkomers hebben we ook gewoon bewegwijzering. Het gaat eigenlijk ieder jaar zonder noemenswaardige problemen. Het is een enorm evenement, maar we kennen het en we doen het. Ja, ik keek vanochtend eventjes, maar u bent nu zo'n 10 jaar hier burgemeester in Groesbeek. Vergeleken bij de vorige Vierdaagse, kunt u in het kort vertellen hoe deze de boeken ingaat? Ja, kijk, in september begint het 10e jaar voor mij, inderdaad, dat klopt. Nou, we hebben natuurlijk echt eventjes in angst gezeten toen in 2021 vanwege corona de Vierdaagse niet meer doorging. Daarna moest het even weer op gang komen, dat zagen we. Wij gingen toen zelf ook terug van 415 naar 415 lopers in onze gemeente. 581 het jaar daarna, dit jaar 660 lopers. Ik heb ontzettend veel drukte gezien, dus we zijn weer terug, we zijn weer aan het groeien en... Dit evenement wordt alleen maar mooier en groter. Dank u wel.